Dames en heren, partijgenoten, goedemiddag. De laatste tijd zie je in allerlei krantenartikelen en tijdschriften van die apocalyptische verhalen over wat er op ons af aan het komen is. De robots komen en die gaan onze banen opeten. En als je doorleest, dan zie je dat er verwacht wordt dat 30% van onze banen gaat verdwijnen als gevolg van die technologische verandering. En er wordt dan doorgetrokken dat eigenlijk de hele middenklasse dreigt te verdwijnen. Alle mensen die het werk nu doen, dat met heel veel trots doen, zijn dan kansloos. En je houdt dan een bovenklasse over en een onderklasse die misschien nog een klein beetje kan bijverdienen door de bovenklasse te verzorgen. En mij valt op dat degenen die verhalen vertellen, dat brengen met de gretigheid waarmee een horrorfilm wordt aangeprezen. Dus het is echt verlekkerd. Wordt verteld wat er aan zit te komen. En ook alsof dat volstrekt onafwendbaar is. En ja, normaliter zou je dan zeggen, jongens, we hebben zelfvertrouwen, dat zal ons niet overkomen. Maar je merkt dat dat in vruchtbare bodem valt. En dat is ook niet zo raar. We hebben net 5 jaar crisis achter de rug. We hebben een werkloosheid die hoog is. Dat is precies waar we zorgen over hebben. Hoe gaan we nou straks ons brood verdienen? En die 5 jaar crisis, die maakt ook dat waar je juist eigenlijk snakt naar hoop, wat je dan te eten krijgt, is vrees, is angst. En dat, in dat klimaat vallen die voorspellingen van het verdwijnen van het werk, dat het eigenlijk voorgoed voorbij is met wat we in Nederland gewend waren, een sterke middenklasse, werk voor iedereen. Dat valt goed in vruchtbare bodem. En het leidt al snel tot dwaalsporen, tot valse antwoorden. Tot mensen die zeggen, nou, ik weet wel hoe je dat moet oplossen. Het eerste dwaalspoor is vrees met nog meer vrees bestrijden. Klassiek. Ik moet zeggen, ik ben heel streng tegen alle uitwassen van arbeidsmigratie. Ik vind dat we bikkelhard moeten zijn tegen de mensen die door uitbuiting proberen hier een slaatje uit te slaan. Maar ik vind niet dat we ons bang moeten laten maken. Ik vind niet dat we moeten laten gebeuren dat we bang worden voor Europa, voor de wereld of voor onszelf. Het tweede dwaalspoor, misschien nog populairder, is de klassieke liberale Pavlov-reactie. Als er problemen zijn, als het werk dreigt te verdwijnen, meer marktwerking, privatiseren, minder sociale bescherming, lagere lonen en lagere uitkeringen. En in die negatieve spiraal, zul je zien, drijven we vanzelf allemaal weer naar boven. Yeah, right. Gelooft u het? Nee, gelukkig. Anders zit u bij het verkeerde congres. Ik ben natuurlijk niet alleen minister, maar ook vader. Dus gealarmeerd door al die artikelen dacht ik ga toch aan de keukentafel. U weet, we worden door Diederik allemaal opgevoed om aan de keukentafel die gesprekken te voeren. Dus ik dacht, ik vraag aan de keukentafel aan mijn oudste zoon. Wat wil je eigenlijk laten worden? Ik wist dat hij die artikelen niet gelezen zou hebben. Hij kan namelijk nog niet lezen. Dat is hij nu aan het leren. Hij is nu 6. Dan moet je wel weten wat je wil worden, toch? Dus ik vroeg, wat wil je later worden? En ik hoopte voetballer, want dat wilde ik zelf altijd worden. Maar hij zei uitvinder. Met grote vanzelfsprekendheid, met zelfverzekerdheid. Uitvinder. En bij deze bezorgde vader doemde natuurlijk beelden op van decennia lang in stofjas, anoniem in laboratoria, aan onderzoek werken, wat dan toch net niet niks opleverde. Dus ik zei, en wat ga je dan uitvinden? Had hij ook over nagedacht. Hij zei, nou, drinkbare zuurstof. Dan hebben we niet van die gekke ruimtepakken meer nodig. Drinkbare zuurstof. En dan een boom die in 1 nacht groeit. Drinkbare zuurstof en een boom die in 1 nacht groeit. En ik dacht bij mezelf, waarom ook niet? Waarom ook niet, partijgenoot? Waarom ook niet? Zullen we in deze bange tijd vasthouden aan iets wat we diep in ons hart eigenlijk wel weten? Dat het met Nederland beter gaat als we het land besturen, terwijl we denken aan de dromen van onze kinderen in plaats van aan de angsten van onze ouders. Zullen we blijven denken in wat er mogelijk is? Wat we kunnen bedenken? Wat we kunnen toevoegen? Want zeker, de touwslager, hij bestaat niet meer. De tingieter, hij is niet meer. De troubadour, hij wordt niet meer gevonden. Al die banen, die zijn er niet meer, maar wij zijn nog steeds wie we zijn.
We blijven altijd dromen van een betere toekomst en vechten voor een betere toekomst. En dat kan alleen maar als we onze idealen voorop stellen. De waarde van mensen. Geloven in de kracht van de droom van wat er nu nog niet is. De aspiratie om samen iets tot stand te brengen. We stellen ons teweer tegen een economie waarin de mens alleen een kostenpost is. En dus vechten wij als Partij van de Arbeid voor eerlijk werk. We willen hier niet afzakken naar de sociale zekerheid van Bulgarije met het minimumloon van 179 euro dat ze daar verdienen. Integendeel. Wij voeren hier het minimumloon in voor de postbezorgers. Aanstaande dinsdag verdedig ik die wet in de Eerste Kamer. Waarom? Waarom? Omdat we niet wegkijken als die mensen de pakjes komen brengen, maar dat we mensen zien. En we hebben die minimumloon als een waarde omarmd. Dat is iets waar gevochten voor is. Dat is iets, een verworvenheid van Nederland. Dus komen we met een wet die de schijnconstructies aanpakt. Die het onmogelijk gaat maken dat mensen, terwijl ze weten dat het niet deugt, uitknijpen, uitbuiten en daar hun kosten besparen. Dus maakte ik een deal in Europa om te zorgen dat in de bouw opdrachtgevers, waar ook in Europa, zich niet kunnen uitdraaien onder de verplichting om fatsoenlijk te betalen. En dus sloten we een sociaal akkoord, omdat onze toekomst ligt in samenwerken in plaats van de zijlijn naar elkaar te schreeuwen. En dus knokken we voor eerlijk werk en knokken we voor goed werk. Een mens is veel meer dan een productiefactor alleen. We kiezen voor een modern Nederland met steeds meer ruimte om werk en leven te combineren. Met meer zorgverlof en vaderverlof, zodat werk en zorg ook eerlijk verdeeld wordt. Voor goed werk en tegen ziekmakend werk, tegen de stress, tegen het ziekmakende gezien worden als alleen maar een kostenfactor. En de afgelopen week stond ik in de Tweede Kamer, vol trots, de nieuwe wet werk en zekerheid te verdedigen. Een wet die een begin maakt van een betere positie voor iedereen op onze arbeidsmarkt. Die zorgt dat mensen met de flexcontractjes ook weer meetellen. Dat de nulurencontracten aan banen worden gelegd. Waarom? Omdat iedereen het verdient om gezien te worden om wie die is. Gewaardeerd te worden om het werk dat hij levert. En een toekomst op te bouwen. Met perspectief, met zekerheid. We maakten een plan om te zorgen dat het niet alleen gaat om die rechtspositie van de flexwerkers, maar ze ook toegang te bieden tot scholing. Want al te vaak is het zo dat alle opleidingsbudgetten komen terecht bij de vaste contracten. Wij vinden dat iedereen die werkt moet kunnen leren, moet verder kunnen groeien, zich moet kunnen ontwikkelen. We staan nu na een hele lange periode van vrieskou, van crisis, 5 jaar vorst, staan we langzaam aan het begin van een periode van dooi. Je voelt het, je proeft het, je ziet het ook in de cijfers. Het consumentenvertrouwen, het stijgt. Het producentenvertrouwen, het stijgt. Er zijn minder faillissementen, er wordt weer meer geïnvesteerd. We hebben weer economische groei. Dat hebben we daar lang op moeten wachten. We hebben weer economische groei. Sterker nog, Nederland groeit inmiddels harder dan Italië, sneller dan Frankrijk en meer dan Duitsland. En met die economische groei. Met die economische groei is het zaak om echt door te zetten. Want het gaat ons niet om die cijfers, het gaat ons niet om de statistieken, het gaat ons om werk. Eerlijk werk, goed werk, meer werk. En het duurt altijd lang. Het duurt altijd langer voor de werkgelegenheid weer groeit. We weten het. We vertellen het aan elkaar. Eerst komt de groei, de export, het consumentenvertrouwen en dan de banen. De werkloosheid ijlt na, maar ze komen eraan. Er komen weer nieuwe banen voor Nederlanders. Er komt weer economisch herstel. We gaan weer aan het werk met z'n allen. Juist nu die economie groeit, is het geen kwestie van naar achteren leunen, maar nu moeten we doorzetten. En dat doen we samen. Dat doen we samen vanuit Den Haag. We doen het samen met de gemeente. Want juist daar kun je het verschil maken, ook voor werkgelegenheid. Nu de economie weer groeit, moeten we de kansen bieden voor de jongeren. Ik heb vandaag bekendgemaakt dat de gemeente met de extra mogelijkheden die wij ze hebben kunnen bieden uit Europa, 30 miljoen extra Europese subsidie, net de plannen hebben ingediend om de komende 2 jaar 56.000 jongeren een extra kans te bieden. 56.000 jongeren die niet in de statistiek terechtkomen als jeugdwerkloos,
maar 56.000 jongeren die doorgaan leren, die aan een baan komen, een startersbaan, een ervaringsbaan. 56.000 jongeren die kunnen worden wat ze willen. Die kunnen dromen over toekomst. In totaal hebben we midden tussen alle bezuinigingen door een 250 miljoen euro weten vrij te spelen voor het bestrijden van de jeugdwerkloosheid. En daar doen we de dingen mee waar het echt om gaat. Met Jet Bussemaker geld om te zorgen dat jongeren door kunnen leren. Misschien een niveau hoger. Misschien kunnen omscholen naar een richting met meer werk. We sloten deals met de grote sectoren in de economie. Met de werkgevers en de werknemers. Met de 600 miljoen die we hebben voor banenplannen zorgden we dat er in de bouw, de sector die misschien wat hardst getroffen is de afgelopen tijd, mensen niet ontslagen werden, maar vakmensen hun kennis gaan overdragen aan jongeren die straks in de bouw gaan werken. 2500 mensen, oudere bouwvakkers die in dienst blijven en 2500 jongeren die daar hun eerste baan krijgen voor de komende 2 jaar. We sloten een deal met de kinderopvang. Een sector die het vreselijk lastig heeft gehad. U kent het, u weet het. Het komt door de bezuinigingen. En wat dat betreft ook voor het eerst dit jaar 100 miljoen extra voor de kinderopvang. Maar het komt ook door de economie. Geld om mensen aan het werk te houden. Geld om mensen om te scholen. Geld om nieuwe kansen te bieden. We sloten een deal met de kinderopvang, met de jeugdzorg, met de bouw, maar ook met de transportsector. En al die banenplannen zijn onderdeel van onze belofte. Ja, we werken aan economische groei. Ja, we werken aan goede cijfers en goede statistieken. Maar waar het ons om gaat, waar het altijd om draait bij de Partij van de Arbeid, is werk. Goed werk, eerlijk werk, meer werk. Nou zijn er ook altijd partijen die vooruitgang op een eigen manier definiëren. Die zeggen, kijk, het is pas vooruitgang als er maar een paar mensen vooruit gaan. Het is pas vooruitgang als we heel snel naar voren rollen, maar meer dan de helft van Nederland achter ons laat. Die partij heb je ook. En met die manier van vooruitgangsdenken betekent je eigenlijk achteruitgang voor heel veel Nederlanders. En zo'n partij zullen wij nooit worden. En daar zie je ook een enorm verschil, wat ongelooflijk belangrijk zal zijn op 19 maart. Kies je voor een partij die vooruitgang van de happy few voorop stelt en er geen moeite mee lijkt te hebben dat half Nederland achterblijft, of kiezen we ervoor om het samen te doen? Geloven we dat onze toekomst erin ligt om samen de uitdaging te weerstaan? Denken we dat iedereen kan worden wat hij wil op het moment dat we ons land goed inrichten? Het zal nooit mijn keuze zijn, het zal nooit onze keuze zijn om vooruitgang ten koste van de rest te boeken. Maar we kunnen wel vooruit en we gaan ook vooruit. We willen geen achterblijvers, we gaan het met z'n allen doen. En dat betekent dat we goed werk willen, eerlijk werk, meer werk, maar ook nieuw werk. We moeten niet gaan somberen over de horrorscenario's met de robots. We moeten zorgen dat er over 10, 20 en 30 jaar nieuw werk in Nederland is. We zetten onze schouders eronder en we werken aan nieuwe werkgelegenheid. Ik zie het als mijn opdracht, als minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, namens u, om te werken aan een nieuw plan van de arbeid. Zodat juist in de toekomst er werk is. Niet alleen voor de happy few, maar werk voor iedereen. Het ideaal van volledige werkgelegenheid moet terug op de politieke agenda. En dat kan wel. Dat kan ook met het nieuwe zelfvertrouwen van onze maakindustrie. Met beter onderwijs, maar ook scholing op het werk. Met handel en ondernemerschap, waar Nederland onbekend staat. Door altijd te kiezen voor de waarde van mensen en de waarde die mensen toevoegen. En nooit mensen te zien als kostenpost of prijs. Maar ook door een bijdrage te leveren aan de wereld van morgen. Want dat is waar we goed in zijn. Op dit moment staan onze pompen Engeland droog te malen. Op dit moment leveren Nederlandse kennisingenieurs bijdrage aan het veilig maken van de wereld bij de klimaatverandering die ons bedreigt. Onze landbouw helpt de wereld te voeden. Onze landbouwtechnologie helpt de schaarste op te lossen. En onze medische technologie helpt kwaliteit van leven in Nederland, maar ook in de rest van de wereld. Een baan voor iedereen, dat is wat we willen. Dames en heren, wij willen goed werk, we willen eerlijk werk, we willen meer werk
En we willen nieuw werk. En wel voor iedereen. Dank u wel.